Dat had ik wel eventjes niet verwacht, nee, hoor. Oh, zo te. Sam heeft een verrassing voor mij. Goedemorgen iedereen en welkom bij weer een nieuwe vlog op ons YouTube kanaal. Het is 10:15 en iedereen hier is al wakker. Het is hier trouwens zo droog. Ik ga zelfs wel terug slapen, dat weet ik. Shell, hebben er zoveel mensen bij je geslapen? Hè? Dat is een werkkeken. Goedemorgen! Goedemorgen! Zoete. Eeuw. Amai. Mijn gezicht. Er is zelfs werk aan, zullen. Ik ga aan Sam mijn cadeautjes laten zien, want Sam heeft dat niet gezien gisteren. Dus dat ga ik dan nu laten zien en ondertussen film ik dan al zien jullie dat ook. Van Delphine heb ik deze kaars gekregen van Rituals. Ik heb die er al uit, dus hier. En ik wil die aansteken zelfs en dat is de Cherry Blossom, denk ik. Hè? Ja, die ruikt echt super goed. Dan heb ik van u, Sam, deze kroon gekregen. Oh. U, weet dat? Ja. Dan pak gewoon wat voor me staat. Heb ik dit gekregen van Sophie en Claudio. Super tof. Hier zit een kaars in. Een hertje. Hier zijn cactuskaarsjes. Dit is zo. Hier kun je iets inzetten. Ah, daar staat. Oh, daar staat ook een pineapple kaars in. Oh, dat is kei mooi. En zo'n houdertje voor servietjes. Oh, en daar zitten handdoekjes in. Oh, dat is echt mooi. Super tof. En dan nog dat dienblad, dat is ook kei leuk. Dat mooi, dat is echt dat veel. Dat is kei mooi. En mijn naam staat daarop, ja, hè. Ja, hoe leuk is dat? Super tof. Oh. Dan heb ik van Lucas, van Anaïs. Allee, van Lucas en Anaïs, denk ik. Deze sleutelhanger gekregen. Komt echt mega goed van pas, want ik heb geen sleutelhanger meer. Dus ideaal. Dan heb ik ook nog van Lucas en Anaïs dit bosje gekregen ten eerste. Super cute. En deze kaars. Die ziet er echt wel zot uit. Heb je iets met kaarsen of is dat toch wel... Oh ja, toch? Weet jij niet dat ik iets met kaarsen heb? Ja, dat was sarcastisch. Oh, en die ruikt... Amai, die ruikt lekker. Ja, jij gaat er nu misschien misselijk van worden. Sam heeft een katertje aan. Mm-hmm. En die is echt wel super chic, vind ik ook. Dat is echt tof. Dan kan ik die zelfs, die twee kaarten. Ik ga eerst die van Rituals doen. Ja, door elkaar maken. Ja, ja, dat is zo wat cleaner, zo, die van Rituals. Dat is ook wel lekker. Hè? Dan, ik ga kijken. Van Alessandra heb ik dit gekregen. Zo. Dreamcatcher. Ik zei dat Dreamcatcher, maar dat is zo met die flasje van onder. Gewoon in de katjes leuk vinden. Ja, maar ja, dat wel hè. En van Celine heb ik er ook een gekregen. In het zwart met wit. Dus ik denk dat we ene hier in de keuken gaan hangen. En eentje boven op de slaapkamer gaan hangen. Dat is kei tof. Boven het bed of zo. Ja. Dat is nog wel mooi. Inderdaad, dat is heel mooi. Dan van Laraatje heb ik deze tekening gekregen. Super mooi. En mijn squishy. Waar is mijn squishy? Ik heb die hier net gelegd, maar... Ah, hier is die. Ja. Ik wist het. Deze heb ik ook van Laraatje gekregen. Super cute. Dan... Oké. Zo, dan eerst van Celine. Dit, hè? Zure matjes van Celine krijgen. Nee, dat is wel lekker. Dan... dit make-up pasje met lippen. Ook super mooi. En daarin zit een spiegeltje van een wolk die een regenboog uitkotst. En zo voor uw wenkbrauwen in shape te brengen en te scheren, wat kei handig is, want ik heb hele lange wenkbrauwen. Dan, ah ja, deze pyjama van Celine. Ik heb die al aan. Dat is echt super mooi. Deze, het watermeloentjes, zo'n shortje, frilletjes. Dan ook nog deze pyjama. Love my pyjamas, hè. Pizza party! Ah, cool. Cool, hè? Ja, die is wel chic. Ja. En dit is het shortje. Oh, alles met food. Yep.
Love Me Some Food. En echt super mooi. Deze bikini. Oh, die is mooi. Meenemen zelfs. Dat is een mooie. Ja, zo. Ja. Zo. Ik zie het, ja. Wat zo in is, zo wat je, ik denk, zo iets gehoord. Op je rug, zo, ja. Ja. En dit is het blouseje. Het topje. Dat is super mooi. Oké, dan van Lea en Gilles heb ik dit super mooi in notitieboekje gekregen. Komt echt keigoed van pas. En dit kan ik ook aan mijn chacoche doen. Dat is ook kei leuk. Dan. Weg. Hoe, waar is mijn Albert? Ik ga eerst ook deze. Ook van Lea en Gilles voor op het kantoor. Albert Einstein gekregen. En die, kijk, door de zon tikt hij zo met zijn vinger. Oh, nu doet hij dat. Ah nee, hoe? Hallo. Ik moet die voor. Ja, ik heb die vast. Dan doet hij dat niet precies. Kijk. Hoe grappig. Oh ja, je moet op de venster hangen of zo. Ja. Mooi. Die doet dat, hè? Dat is echt mega grappig. Cool. En dat komt gewoon door het licht of wat je hebt. Want s'avonds doet hij dat niet meer. Nee. Nee. Als het donker wordt. Allee, ik ga die wel even terug inpakken om die te vervoeren. Dan van, waar zat ik? Van Sarah en Louisa. Deze gekregen. Oh, die wou ik echt mega graag. Gucci gang, hè? Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang. Gucci gang. En die verkopen ze bij Piu Piu en ook online bij Piu Piu. Dan heb ik er maar heel veel, precies. Oh, deze tas, die wou ik ook mega graag hebben. Met de palmboompjes op van de New Look. En dan body butter in green tea. Die heb ik nog nooit geprobeerd. Die heb ik zelf alle drie nog nooit geprobeerd. Shea en wild argan oil. Argan olie. Ideaal. Dan gebruik ik daar zo. En dan heb ik nog dit ook gekregen. Apero en tapas. 50 locaties. Dat is ook wel een keitop, om tapas te gaan eten. Lekker. Oké. Okay. En dan van Freya had ik nog deze. Tadaa! Shaggy. Shaggy de piñata. Die ga ik niet kapot doen, hè. Nee. Die wil ik echt mooi houden, zo. Dat is echt super cute. Ah ja, ik had van Celine ook nog een tas. Die heb ik al gebruikt en in de kast gezet. Deze. Hihi. Oei, die is zelfs nog nat. Hihi. Ik heb die net gewast. Die is toch schattig, hè? Ja, hihi. Hihi. Dat lacht me niet uit, joh. Lach met een andere. En dan had ik ook nog van Eva centjes gekregen om samen sushi te gaan eten. En mijn? Dat heb ik al gezegd. Ah nee, dat is niet waar. Ik heb dat enkel gisteren op Instagram live gezet. Dan Sam had ik nog dollar bills gekregen om te gaan shoppen in Amerika. Dollar bill, ja. Ja. En een piñata, een roze flamingo. Is dat gevuld met mijn camera gisteren? Ja, dat denk ik wel, ja. Maar mijn ogen zien echt rondom zo donker. En een ander cadeautje moet vandaag nog komen. Hè? Ja, en Sam heeft mij verteld daarnet dat ik voor deze avond een koffertje moet maken. Ja. Want we komen niet naar huis en ik moet zwemkleding meenemen. Ja. Spannend. Ja, ik ben benieuwd. Ik ben wel blij dat we weggaan. Ja, leuk hè? Ja, dat is leuk. Woehoe. En trouwens, niet te vergeten. Ik heb mooie roosjes gekregen van Alessandra. Kei mooi boeketje. Woehoe. Die ga ik zelfs ook nog te groeien maken. Alrighty. We zijn ready, hè? Ready to go. Sam heeft een verrassing voor mij. Ik heb dat deze morgen gezegd. Mijn koffertje is gepakt. Het is ondertussen 5:30. Dit is mijn outfit. T-shirt is denk Bershka. Mijn zwarte skinny is van Totally Too. Binnenkort online. En dan doe ik nog mijn groene trui aan.
van de H&M. Amai. Oh. Het was goed geweest gisteren, zal dan aan mij. Uh-huh. I'm feeling it. Stevig, zeg dat wel. Ik voel het echt wel zo. Oei, die mouwen zijn dan eens zo kort. Oei. Of was dat nu altijd zo? Nee, ik heb die trui nog niet eens gewassen. Oké. Deze groene trui. Oh, dat wit komt daar onderuit, dat lap. Ja, oké, so be it. Moet ik echt heel chic zijn of zo eigenlijk? Ja, dan mag dat wit randje wel, dat is nog oké. Ik ben heel benieuwd wat we gaan doen. Hè. Maar Sam wil nog niks zeggen. Hè. Dus, maar. Wat? Gokken. Ik heb wel iets wat dat ik hoop, ja. Wat? Oké. Ik denk dat je wel weet wat, nee? Nee. Wat ik zou hopen. Nee. Ja, als we een bikini nodig hebben, hebben we de bikini per se nodig? Denk het niet. Oké. Dan denk ik wel dat ik een idee heb. En we blijven er slapen. Mm-hmm. Ja, ik denk wel dat ik een idee heb. We zitten in de auto. En Sam heeft net het adres ingegeven. En het is in Peer. Ik weet niet wat er in Peer is. Ben je er al ooit geweest? Nee, ik ook niet. Jij ook niet? Nee. Oké. Dus we gaan naar Peer! Ik zat fout, hè. Ik dacht dat we naar de verborgen parel gingen, omdat we daar een bonbon hebben gekregen bij kerstmis van Sam zijn ouders. En ik dacht dat we dat gingen doen. Fout gedacht. We zijn aangekomen. Hier. Bij. Ik weet het niet, daar denk ik. Bij Casa Criolina, denk ik. 5 sterren. 5 sterren! Oei. Oh, het ziet er kei mooi uit. Wauw. Maar dat is mooi. We zijn aangekomen, hè. Meneer Kees zijn eigen toch wel dik overtroffen zal, hè. Amai, we zijn dus in een bed and breakfast met wellness. Om 9 uur hebben we ook wellness, ja. Maar als dit al zo mooi is, die wellness gaat ook wel echt chic zijn, denk ik. Ja, het onder ook kei mooie living. En zo'n bar waar je kunt zitten. Echt wauw. Echt gezellig. Ik ga een rondleiding van de kamer geven. We hebben het zolderkamertje, dat komt zo. Ja, de loft. De loft, oh ja. Hier is het bed. Oh my god, ik kan echt niet wachten om in dat bed te gaan liggen straks. Oh mijn god, en een theekoker. Dan kunnen we straks na de wellness ook nog een theetje maken. Uh-huh. En gezellig iets kijken. En ik ga een bad. Oh mijn god, echt wel super mooi met die balken. Wauw. Dat is echt prachtig. Schatje, oh, toch. Goed gekomen. Oh, amai. Dat is kei lief. Dankjewel. Echt super mooi. Echt wauw. Hier is dan nog de pompenbak en zo. Dan heb je. Amai, de wc is ook nog eens mega groot. Hier is het toilet. Amai, dat ruikt lekker. Amai, ik ben echt. Ja, aangenaam verrast. Dit had ik wel eventjes niet verwacht, nee, hoor. Nee, jong. Oh, jong, shit, man. Dat gaat kei cozy worden vanavond. Ik denk dat ook. En ik wou zeggen uitzicht, maar het is wel mooi met de bomen. Dankjewel, schatje. Hier zijn we in de living. We hebben net een welkomstdrankje gekregen. Alweer aan de drank. En zo ziet de living eruit. Oh god, ik ben echt verliefd hier. Dat is echt zo gezellig. Daar heb je nog een eetkamer. En dan boven. Daarboven op de overloop kun je nog zo zitten. En ik zie daar al boekjes. Oei, pardon. En dan van die dingen. En dan hier hebben we een bar. Wauw, kijk hoe mooi. En ik denk dat daar zelfs de wellness gaat zijn. Allee, strak. Mooi, hè? Ja, dat kan je echt blij. Kijken. Ja, dat is echt wel chic, hè? Wil ik ook wel in mijn huis hebben. Wauw. Dit mocht nog wel meer, hè? Ja?
Oké, is goed. Voor uw verjaardag, hè? Dat had ik wel echt niet verwacht. Ik heb trouwens echt kleine oogjes. Maar een zware nacht en dan nu op deze manier. Lexus. Sorry, Lexus. Zalig. Echt waar. Best birthday weekend ever. Mm. Nou, morgen komt ook nog familie en zo. Ja. Dat is ook wel fijn. Kijk ik ook wel naar uit. Zeker. Zalig. Ik wil wel zo 27 worden. Dat is wel oké. Ja, mag het nog eens gebeuren. Oh ja, hier kom ik ook nog eens terug. Komen we toch nog eens nu terug. Nu al, we zijn 5 minuten hier. Ja, wauw, joh. Heb je die kamer gezien? Ja, ik heb de kamer gezien. Wauw, heb je alles hier gezien? Dat, ja, is echt super mooi. En hoe noemde dat nu weer? Casa Chiolina, denk ik dat je het uitspreekt. Ja. Ik weet het niet. Mm. Ja, dat is echt super mooi. Echt waar. Zal we nog eens klinken voor de camera? Oké, wij zijn nu in Neerpelt Centrum. Ja, ja, toch? Ja. Neerpelt Centrum. We hadden gezien dat hier een sushi-zaak was, sushi's. Dus we dachten, we gaan nog snel sushi eten. Blijkt dat dat toe is, terwijl er online stond dat dat open was. En voor de rest heb je hier cafés. Eén brasserie, maar die was volzet. Dus we zitten nu bij de Egyptisch restaurant. Ik heb shawarma schotel met groentjes en rijst besteld. Mm-hmm. En jij? Mixed grill. Mixed grill? Ja. Ook met rijst? Of frieten? Dat heb ik al niet gezegd. Ah, ja, ja, we doen maar frieten, dan kunnen we wissen. Ja, mixen. Dan kunnen we mixen. Smakelijk, liefste schatje. We zijn in de wellness. Ja, we zijn in de wellness. Echt, wauw. Dit is zo mooi. Het is wel een badje. Echt super. Ja, zwembadje. Ja, zwembadje. Zwembadje en lichtzeteltjes zijn hier. Dat is in zo'n hele grote hoeve, amai. Ja, zo groot, cool, joh. Ja. Mm-hmm. En buiten is... Ja, langs daar kunnen we nog naar buiten. Ja, en dan hebben we de... Is er nog? Nog een gebouwtje eigenlijk, waar dat sauna is, stoombad en... Bubbelbad, ja. Ik heb trouwens mijn nieuwe bikini aan, die ik van Celine heb gekregen. Dat is kei mooi. Ik ben kei blij ermee. Maar ja, jullie zullen nog wel foto's zien. Super mooi. Wij gaan genieten van de wellness. Dat gaan we doen. En we zien jullie straks terug. Tot straks. Wij zijn terug in de kamer. En hoe laat is het? 11 uur zeker? We gaan nog een badje laten lopen, hè? Want ik heb een bedbom van Lush meegenomen, want Sam zei neem dat mee. Dus ik heb dat bij. En gaan we dan nog een bad doen. Zalig! En de kamer is echt mooi, kijk. Het is echt zo mooi. Hoe gezellig is dat? Ik ben echt heel blij. Echt waar. Ja, ik heb mijn druisbal erin gedaan. Dat is het pakje van de kerstcollectie van Lush. Ik had dat nog niet gebruikt. Kijk hoe mooi, wauw. Wij liggen in bed. Amai, 12 uur of zo. Zoiets. Te kapot. Gisteren al een heel zware nacht gehad. En ja, vandaag is een super fijne dag. Allee, avond. Oh, door de dag heb ik niks gedaan. Geslapen. En met Leander in de zetel gezeten, tv gekeken. Ja. En deze morgen met Anaïs, Delphine, Freya en Lucas en zo nog. Het was wel leuk. Ja. Het was een katerdagje. Dit heeft het echt wel goed gemaakt. Ja, het was echt leuk. Het was echt zalig. Maar oké, hopelijk vonden jullie deze vlog leuk. Dus zeker thumbs up als jullie het leuk vonden. En wij zien jullie morgen voor birthday weekend dag
3. Tot morgen.